Nou, laten we beginnen met maken van een tekeningetje. Dat complexe getal, dat zit hier. Z is 1 plus i. Nou, als ik deze vergelijking op wil lossen, had ik ook kunnen zeggen, ik doe de derde machtswortel van z tot de macht 3. Dan doe ik rechts ook de derde machtswortel, 1 plus i. Hier staat dus z is, nou, even op de rekenmachine kijken, mode. Ik zet hem op r plus eiv, omdat ik dan kan zien hoe die eruit ziet. En ik kies hier even, nou, zeg maar, vier cijfertjes achter de komma. Je zou zelfs ook nog kunnen kiezen voor graden. Misschien is het ook wel zo aardig. Dan kan die weer naar float. Goed, daar gaan we. Mat, derde machtswortel. Die. Van 1 plus i. Gaan we kijken. Wat komt eruit? Ja, toch niet goed. Mode. Enter. Second quit. Second entry. Hier. Dus wat krijg ik hier als antwoord? Is 1,12 hup, keer EI 15 graden. Maar we hadden ook afgesproken dat we hier eigenlijk geen graden mochten gebruiken. He, dan moeten we iets van radialen neerzetten. Nou, gaan we omrekenen. 180 graden is pi. Ja, nu heb ik 90 is pi gedeeld door 2. Hoe vaak kan 15 in de 90? 6 keer. Dus dit is pi gedeeld door 12, hè? Dus ik krijg... Ja, en die 1,12, is dat ook nog een speciaal getal? Iets met een wortel of zo? Nee? Nou, daar gaan we zo even naar kijken. Dus kijk, is ongeveer, dat zet ik een kringeltje erboven, 0,12 keer EI pi gedeeld door 12. Oké. Okay. Dus dit is één van de oplossingen. Als ik die dan tot de derde macht doe, dan moet ik bij dat blauwe vectortje uitkomen. Nou, nu even officieel. Die z kan ik ook schrijven als r keer eiv. Die moet tot de derde macht. Is r, ja wacht eens even, hoe lang is dat vectortje hier? Wortel 2, hè? Heel goed. Hoe groot is deze hoek? 45 graden. Dus wat krijg ik? Wortel 2 keer EI pi gedeeld door 4 plus K2pi. Daar is hij weer. Als ik een slag in de ronde maak zo, kom ik weer daar terug. He, dan kies ik K is 1, zit ik weer op datzelfde plekje. Goed, uitwerken. R tot de derde keer EI 3pi is wortel 2 keer EI. Eigenlijk moet je dit hele stuk tussen haakjes zetten. Dan doe je het gewoon heel netjes. Nou, nu zie ik dat die r moet hetzelfde zijn als die wortel 2. Dus r tot de derde is 2 tot de macht een half. Ik doe het even anders. En, nou, 3 phi is hetzelfde als pi gedeeld door 2 plus k 2 pi. Zo, hè? Hoe los ik dit nou op? Ja, hier is 4. Sorry, je hebt gelijk. Ja, dankjewel. Ja, heel goed. Pi gedeeld door 4. Ik zat al even te kijken hoe kom ik hier op die 12, maar ik zie het nu. Nou, kijk, als ik die derde macht weg wil hebben, zou je kunnen zeggen r tot de macht 3 tot de macht 1 derde. Dan moet ik dat rechts ook doen. 2 tot de macht een half tot de macht 1 derde. Nou, dit is samen 1. Dus ik krijg hier 2 tot de macht 1 zesde. Oftewel de zesde machtwortel van 2. En ik weet dat phi hier is pi gedeeld door 12. He, delen door 3. Plus k 2 pi gedeeld door 3. Nou, die eerste hadden we al gevonden. Hè? Want die pi gedeeld door 12, die zijn we ook hierboven tegengekomen. Kijk maar. Even hoe lang dat vectortje is. De zesde machtwortel van 2. Nou, ik zie dat de tijd op is.